Nadat vorige week zondag Willem II triomfeerde en voor de Eredivisie behouden bleef, ging ook mijn rood-wit-blauwe hart sneller kloppen. Een dag later bereikt ons het treurige bericht dat Willem II financieel aan de afgrond staat. Als geboren Hagenees woonachtig in Amsterdam gaat mijn hart hiervan bloeden. Ik voel alleen het bloeden van mijn hart. Ik heb tegen de gemeente gezegd, ik ben een bedelaar. Wij hebben de rotzooi veroorzaakt. En ja, ik kom het vragen, we hebben wel een paar argumenten ervoor. En iedereen die met het handje open een euro kon brengen, ben ik hartstikke dankbaar. Komende jaar gaat de courtage van Van Brokken gaat gewoon richting de club? Die gaat richting 3% en alles boven de 1,5% gaat naar de club. Echt waar? Ja, dat gaan we zo regelen. Maar u moet wel op uw knieën straks, hè, voor de gemeente. Ja, ik weet het. Meneer Hamming, meneer Opstelten, ja. Wat ziet uw haar goed? Ja, het kan allemaal helpen. Ja, daar is hij gevoelig voor, hoor, Ivo. Ik heb hem wel eens gesproken. Oké. Okay. Ja, doe je best, hè? Ja, ik zal het doen. Wij moeten ook als gemeente verantwoorden van waar zetten we ons geld op in. En het kan niet zo zijn, zeg ik altijd, dat ons geld in dure spelersalarissen gaat. Daar zijn we niet voor opgericht. Dus wij zijn ervoor om wel een aantal maatschappelijke belangen ook te dienen. Nou, één daarvan is ook betaald voetbal, vind ik, in Tilburg. Dat is ook een belang voor onze stad. Het draagvlak om Willem II te behouden voor Tilburg lijkt groot, gezien het aantal initiatieven. Maar natuurlijk moeten nu ook de sponsoren over de brug komen. Vandaag vindt er in Esbeek een golftoernooi plaats voor Tilburgse ondernemers. En ik hoop er een aantal te verleiden tot het tekenen van een potentieel sponsorcontract. Ik zou zeggen, zet uw handtekening eronder. Ben ik de eerste? Nee, ik ben niet de eerste. Oh, dat is jammer. Nou, hartstikke mooi. Ik teken hem ook even namens Willem II. Hartelijk dank en op een goed seizoen. We gaan ervan uit dat het goed komt dit jaar.